We staan hier in de dekmal van de 71 voeten. Dit geeft misschien een iets wat vertekend beeld, want je moet eigenlijk op zijn kop denken. Dus je zou denken dat ik in de kuip sta, maar ik sta eigenlijk op de onderzijde van het dak. De bruine folie waar jullie naar kijken, dat heet teflonfolie. Dit is eigenlijk een laag die ervoor zorgt dat het carbon niet vast blijft zitten aan de mal. Ook zit hier een lichte structuur in die ervoor zorgt dat het laminaat ook nog aan de onderzijde wordt ontlucht. Zoals jullie weten wordt het een heel duurzaam jacht. Bijna de hele opbouw en het voordek worden bedekt met zonnepanelen. Hier hebben we recessen voor mee kunnen nemen in de dekmal. Dat is een voordeel van deze bouwwijze. Dat je een heel complex product kan maken wat uiteindelijk heel clean eruit ziet. Doordat je alles kan verdiepen wat later weer volgelegd wordt. Een recess is een verdieping in het dek. Maar doordat we op de kop bouwen is het nu eigenlijk een verhoging op de dekmal. Die precies de dikte heeft van de zonnepaneel. Waardoor als het zonnepaneel na de tijd in het dek geplaatst wordt, je een heel mooi flusdek overhoudt. Op het moment dat de vormen complex worden, dan kunnen we eigenlijk de folie niet helemaal makkelijk meer eroverheen plakken, want het is eigenlijk als een soort van sticker. Dus dan maken we eigenlijk gewoon een overschakeling tussen teflonfolie en een wassysteem. Dus dit deel zit nu in de was en dit staat in de teflon. Waarom ziet het er zo gevlekt uit? De sealer die is zwart en de reden waarom die zwart is, zodat je mooi kan zien of je overal ongeveer dezelfde hoeveelheid sealer toepast. Het mooie hiervan is dat je beide systemen gewoon los van elkaar kunt koppelen. Waardoor je heel makkelijk de vlakken in de teflon kan plakken en de details in de was kan zetten. Ik vind het een super mooie fase waar we nu in staan. Het dek bijna helemaal in één kleur, super strak gevormd en helemaal klaar om te lamineren. Deze fase is zeker een fase waar we altijd trots op zijn, omdat je eigenlijk kunt zien hoe het dek er straks aan de andere zijde uitziet. Het lamineren van het dek doen we weer op dezelfde manier als de romp. In sprint en daar gaan we nu even een kijkje nemen. We staan nu in de romp. Zoals jullie kunnen zien is die een heel stuk verder als de vorige keer. Zo hebben we alle schotten en verstijvers in de romp geplaatst. Maar waar we het meest trots op zijn is toch wel de kielkast. De kielkast hebben we buiten de boot gemaakt om een mal heen. Die hebben we vervolgens in de romp gekraamd. En die hebben we van alle kanten af aangelamineerd. Ook de schotten komen hierbij uit. Voor ons doen is de kielkast ook heel zwaar. Hij heeft massieve delen van over de 20 mm dik. Vinden wij een hele mooie constructie om te laten zien. Wij passen twee typen verstijvers toe. We hebben een schuimbeamverstijver die we in de boot aanlamineren. Of we hebben een L-flensverstijver. Dat is eigenlijk een verstijver die we buiten de boot maken, vervolgens in het casco plaatsen en aanlamineren. Wanneer kiezen we voor welke verstijver? Als de verstijver vrij laag is, dan pakken we de schuimbeam en dan lamineren we die in één keer in de boot aan. Op het moment dat de verstijver wat hoger wordt, dan passen we de L-flensverstijver toe. Want als je dezelfde verstijver toepast met schuim, wordt die zwaarder. Jullie denken waarschijnlijk, wat heeft die bovenkant van het schot een vreemde vorm? Maar dat is eigenlijk al precies de vorm van het dek, zodat het dek straks zo eroverheen geschoven kan worden en gelijk past. Andere leuke details zijn potjes die we al ingelamineerd hebben. Die potjes, daar komt later relingwerk of zwemladders in. Ook hebben we al schotjes geplaatst waar vervolgens een bolder langs komt. En hier komt eigenlijk een dekrompverbinding flens opgeplaatst, wat wij al helemaal aanlamineren. En zo past het dek daar dan later tussen. Maar het dek leveren we los mee aan de afbouwer, zodat het hele interieur geplaatst kan worden voordat het dek
op de romp gelijmd wordt. Een ander heel mooi detail om te laten zien is voor op de boot, daar hebben we het eerste stuk dek-rompverbinding flange geplaatst. Laten we daar gaan kijken. We staan hier bij het voorste stuk van de dek-rompverbinding flange. De dek-rompverbinding flange bestaat uit 4 stukken. We hebben het voorste stuk, een zijstuk en het achterste stuk. Hier kun je al mooi de recess zien waar straks een zijstuk in geplaatst wordt. Het mooie van het voorste deel vind ik dat hier heel veel details in zitten. Denk hierbij aan, dit wordt de ankerbak. Hier komt een gat in. Hier gaat de ketting later doorheen lopen. En hier voorin komt de boegspriet. In de volgende aflevering gaan we de romp draaien en laten we jullie nog veel meer zien. Dus blijf kijken.